Het vuur grijpt snel om zich heen. Maar de brandweer kan voorkomen dat de vlammen overslaan naar de panden naast Café Toppers en Rockcafé Via Via. De bewoners van het huis boven de cafés zijn op vakantie in Italië. De moeder van een van de twee komt de schade bekijken. Ja, je krijgt een telefoontje en je wil kijken wat er aan de hand is. En nou zijn ze alles kwijt. Dat is schrikken. Ja, dat is heel erg schrikken. Maar ik ben blij dat ze op vakantie waren. Ja. Voor hetzelfde hadden ze daarboven kunnen slapen. Bij daglicht wordt duidelijk hoe groot de schade is. Dit is de achterkant van Café Toppers, of wat er van over is. De panden ernaast hebben veel rook- en waterschade. Het duurt uren voor de brandweer de vlammen onder controle heeft. 30 bewoners van de Grote Kerkstraat moeten tijdelijk hun huis uit. En de meeste konden vanmiddag naar huis. De mensen zijn eerst hier buiten opgevangen. Later in het gemeentehuis zijn goed voorzien van koffie en dergelijke. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat de hulpverlening goed op gang komt. Is ook hier gebeurd. 3 bewoners moeten op zoek naar een ander onderkomen, omdat de schade aan hun huizen te groot is. Ze zijn aan het inpakken en terug op de terugreis. Dus ik hoop dat ze rustig aan doen. Maar ze hebben niks meer. De brand trekt ook vanmiddag nog veel bekijks. De Grote Kerkstraat blijft tot ver in de middag afgesloten. En als de brandweer klaar is met blussen, nemen de ondernemers het over. Alles is bedekt met een dun laagje roet. Andere kroegbazen vinden de brand verschrikkelijk voor hun collega. Ja, het was goede, mooie uitgaan. Ja. Nou ja, maar geschrokken kan ook gebeuren met dit erin, hè? Ja, dat is ramp. Hoe heeft het nou kunnen gebeuren? Ja, dat weet ik niet. Dat zijn, dagelijke ongelukken. Kan. Het is nog onduidelijk hoe de brand heeft kunnen ontstaan. De politie is vandaag begonnen met een buurtonderzoek. De puinhopen zijn nog te heet om goed onderzoek te kunnen doen, dus dat gebeurt morgen. Volgens de gemeente komt zelfs een speciale speurhond over uit België.